Beste kijker, de Stichting Staatsziekenfonds is weer bij u in de huiskamer met uw eigen programma SZF Magazine. De onderwerpen zijn verlenging Baso BZV-verzekering, 7 april World Health Day, Goede Vrijdag en Pasen en SZF Fitness Workout. Wij wensen u veel kijkplezier toe. In deze aflevering willen wij het wederom hebben over het aanvragen en verlengen van een Baso BZV-verzekering. In de praktijk blijkt het steeds weer dat nog niet ieder weet waar zij moeten wezen om een verlenging aan te vragen. Beste kijker, in vorige afleveringen hebben wij u aangegeven dat u voor het verlengen van de Baso-verzekering u terecht kon bij elk SZF-kantoor. Nu is het zo dat dit niet meer het geval is. Wilt u dus uw Baso-kaart verlengen, dan moet u wezen bij het ministerie van Sociale Zaken afdeling Basiszorg. Voor het verlengen van uw Baso-kaart dient u mee te nemen uw vervallen Baso-kaart, de ID-kaart van u en uw familieboekje. Let wel, voor het verlengen van uw Baso-kaart dat nu alleen bij het ministerie van Sociale Zaken, afdeling Basiszorg kan, moet u meenemen de vervallen Baso-kaart, uw ID-kaart en of familieboekje. Voor het verlengen van uw BZV-kaart, dat ook bij het ministerie van Sociale Zaken, afdeling Basiszorg moet geschieden, dient u mee te nemen een kopie van uw ID-kaart, een kopie van uw EBS en SWM-kwitantie van de laatste 3 maanden, een medische verklaring van een arts, kwitantie, huishuur, dat is als u in een huurhuis woont, moet u meenemen de kwitantie, waarbij is aangegeven dat u huishuur heeft betaald. Een labbewijs in geval van zwangerschap. Moet u een labbewijs meenemen waarbij van een erkende instantie. U moet het bewijs meenemen van een erkende instantie waar u bent geweest voor het doen van een zwangerschaptest. En een werkgeversverklaring indien u ergens werkzaam bent. Of als u met ontslag bent gestuurd, moet u een ontslagbrief meenemen. Houdt u dus er rekening mee dat u voor het verlengen van uw Baso- en BZV-kaart moet zijn met het ministerie van Sociale Zaken, afdeling Basiszorg. Let wel, de goedkeuring geschiet alleen door het ministerie van Sociale Zaken, afdeling Basiszorg. Pas wanneer wij van het SZF de goedkeuring binnen hebben, kunnen wij ertoe overgaan om uw kaart uit te printen. De mogelijkheid bestaat ook om een digitale kaart te krijgen. De Stichting Staatsziekenfonds blijft u van dienst. Is het tijd om uw SZF-premie te betalen? Maak dan gebruik van onze SZF online diensten. Bezoek de SZF website www.sztf.sr. Kies jouw bankinstelling en maak het premiebedrag over. Vervolgens stuurt u uw betalingsbewijs naar een van onze WhatsApp-nummers. Geef in het bericht ook aan op welk telefoonnummer u de SZF-kaart wenst te ontvangen. SZF online diensten. Op afstand, maar toch dichtbij. Een gezond SZF. Dat kan. Op vrijdag 7 april 2023 is het World Health Day met als thema Health for All.
Op deze datum in 1948 kwamen landen over de hele wereld samen en richtten de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op om de gezondheid te bevorderen, de wereld veilig te houden en de kwetsbaren te dienen zodat iedereen overal het hoogste niveau van gezondheid en welzijn kan bereiken. Het 75-jarig jubileumjaar van de WHO is een gelegenheid om terug te blikken op successen op het gebied van de volksgezondheid die de kwaliteit van leven in de afgelopen 7 decennia hebben verbeterd. Het is ook een kans om actie te motiveren om de gezondheidsuitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. Wanneer mag u van arts verwisselen? Om van huisarts te kunnen wisselen moet u minimaal 6 maanden staan ingeschreven bij een huisarts. De uitzonderingen hierop zijn de volgende situaties. Bij verhuizing van een verzekerde, let wel, een verhuisbiljet moet aangetoond worden. Bij verhuizing van de huisarts, bij beëindiging van de overeenkomst tussen het SZF en de huisarts, bijvoorbeeld bij overlijden van de arts, bij detachering van de verzekerde, bewijs daartoe overleggen en bij verstoorde relatie tussen patiënten en dokter. Het kan gebeuren dat een huisarts een bepaalde reden heeft om uw verzoek tot inschrijving niet te honoreren of om u niet meer als een bij hem of haar ingeschrevene te handhaven. Het SZF zal hierover met u in overleg treden. Het lijden en sterven van Jezus Christus staat centraal bij de viering van Goede Vrijdag en Pasen. Het is de belangrijkste christelijke feestdag. Christenen over de hele wereld gedenken hierbij dat Hij voor onze zonden en tekortkomingen stierf en na 3 dagen is opgestaan. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. De Heer is opgestaan en de duivel schijnt bestaan. Gesondu, na outu, mi verantwoordu. Uw veiligheid, na outu, mi verantwoordu. Uw gesondu en uw veiligheid, na unu verantwoordu. Tap afstand vanuit uw osso of rokopresi, u kan zet uw tori, nanga SZF online diensten. U naf kong na SZF kantoro voor verleng uw karta. Zet uw ontheffing of schrijf u in. U kan bel of send een boskopo via Facebook, e-mail, noso WhatsApp. SZF of setting you. U kan bel tapa telefoonnummer 134 voor actie moro info abra de SZF online diensten. SZF online diensten. Give me nanga you. Een gezond SZF. Dat kan. Uw gezondheid is uw prioriteit.
Gezond eten en dagelijks een half uur bewegen houdt u fit. En hoe prettig is het niet als je voor het bewegen niet uit huis hoeft te gaan. Doet u sportief mee? Hi allemaal, we hebben vandaag weer een andere stoeloefening. En dat is dus de leg raises, ook voor de buik. Yes, hier, benen omhoog, een beetje zakken. Kijk daar, je gaat zo zitten. Je kunt het ook zo doen, daar en daar op. 1, 2, ik doe het voor, hier. Daar, is makkelijker met die leuning. Ready, steady, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed zo en regel je ademhaling. Tot de volgende week. Doei doei! Houdt u de wachtdienst van dit weekend in de gaten? Dit doet u via het servicenummer 148, onze website, Facebook en Instagram pagina's en onze mobiele applicatie SZF Connect. De wachtdienst, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF. Voor meer informatie kunt u contact maken via het nummer 134. Dit was SZF Magazine voor deze week. Wij bedanken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering. U aangeboden door uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds. Gezond SZF. Dat kan.